dat je kijkt. Ik ben super enthousiast, want gisteren heb ik de City Run weer alle drie de runs volbracht. Joehoe! Ik ben super blij. Ik heb vorig jaar ook gedaan. Hier beneden in de omschrijving zal ik een link plaatsen. Maar, yeah, dit is me weer gelukt. Ik ging er nu wel iets anders in dan vorig jaar, want vorig jaar, ja, toen deed ik helemaal wat. Ik trainde wel, maar een beetje te enthousiast, denk ik. Want mijn trainingsschema zag eruit. Drie keer in de week was het trainen. En iedere training was het poem, 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 vol gaan. En ongeveer een 2 weken voordat de cityrun toen was, kreeg ik een blessure. En dat heeft me toen eigenlijk een beetje, ja, omdat mijn spieren gewoon oververmoeid waren. En omdat ik een te eentonige training deed. Nou, door die blessure en door informatie van mensen om mij heen en dergelijke, ben ik me toch iets meer gaan verdiepen in manieren van trainen en voeding. Zeker omdat ik vorig jaar in oktober heb ik ook de marathon van Eindhoven lopen. Ja, yeah, ik ga naar de eerste marathon. Ook een linkje hier beneden. En daar vond ik het eigenlijk wel echt voor nodig. Maar ja, wat had het me nu gebracht ten opzichte van vorig jaar? Mijn voorbereiding was dit keer was wel goed. In tegenstelling tot in de Venloop 3 weken terug. Toen heb ik een beetje slecht voorbereid, een beetje nonchalant. En het heeft me eigenlijk ook een beetje genekt, denk ik, onderweg. Ik zat volgens mij ook laag in mijn suikers. Want ik merkte eigenlijk al dat ik echt slaperig werd. Daar heb ik trouwens ook een video over. Ook beneden in de omschrijving staat een link daarvan. Maar ik had de avond van tevoren flink wat macaroni gegeten. 'S morgens goed gedronken. En 5 sneden witbrood met stroop. Stroop flink wat koolhydraten, energie. En witbrood, dat adviseren ze omdat witbrood sneller wordt omgezet in energie. Ik ben normaal niet zo van het witbrood dus. Maar ik ga toch even lekker buiten zitten. Want kijk eens, het is toch wel weer prachtig weer. Dus ja, we gaan even naar buiten. Kom maar mee. Wederom zijn de opnames niet door mezelf gemaakt. Dit keer heeft Marieke deze taak op zich genomen. Ik heb de beelden nog niet gezien, dus ik kijk weer lekker met jullie mee! Psst. Even tussendoor, ik wil even mijn complimenten uitspreken naar mijn vrouwtje, naar Marieke. Die toch maar de hele dag met 3 van die koters rond heeft geleurd om mij te kunnen supporten. Nou, de grootste support is mee! Ja! Kom er wat dichterbij! En te ondersteunen. Toppie! Goed, maar we beginnen nu met de wedstrijden. Ze begonnen dit jaar met de 10 kilometer. Nou, ik ga me dus nu even klaarmaken en we gaan de eerste run doen, de 10 kilometer. Gaan we! Bij de eerste wedstrijd ben je nog lekker fit. Deze ging dan ook zeer goed en lekker snel. Ik kwam hiermee als 21ste over de finish. Zit je bij nummer 20 of zo? Of 15? Oh ja. Ja, man. In 42 minuten tijd. Daar ben ik dus natuurlijk zeer tevreden mee. Joehoe! Deze was sneller dan vorig jaar. Ik wilde evenaren of sneller zijn dan vorig jaar. Evenaren? Maar met de hitte was het natuurlijk wel een beetje spannend. Ik had hiermee dus ruim een 3 kwartier tijd om te rusten en om te herstellen. In die tijd heb ik me ook flink wat gedronken en wat energierepen gegeten. Geen Engelse wel. We zijn weer een beetje hersteld en we gaan kijken wat we nu gaan maken. Maar we hebben nog 5 minuten, dus ik ga snel aansluiten en rijden. Maar de temperatuur, kom hè, die begon al flink op te lopen. Dus het beloofde behoorlijk warm te worden. De tweede ren, de 10 mijl. Deze beloofde natuurlijk de grootste uitdaging te worden van alle drie, denk ik. Maar het werd dus steeds warmer, dus ik besloot het rustig aan te starten. Het ging lekker, het was bewolkt. Wat gelukkig de brandende zon tegenhield. Maar daarmee was het natuurlijk niet cool. Met een 27 graden bleef het toch wel erg warm.
uiteindelijk heb ik hem rustig uitgerend. Want mijn benen werden op het laatste, ja, ik denk de laatste 5 kilometer, werden toch wel steeds zwaarder. Maar met een tijd van 1 uur en 16 minuten. Ja! Twee minuten sneller was dan vorig jaar. Ben ik zeer tevreden. Woehoe! De 5 kilometer. Het herstel na deze ren, die ging toch wat. Zo, de 10 en de 16 erop zitten. Niet op zich wel goed, maar het is warm. Echt warm. Ik voel het in de benen. Ik denk dat de 5 kilometer. Gewoon nog een pittig, hè. Nee, die wordt echt rustig. We hebben de 10 en de 16 wel sneller als vorig jaar gelopen, maar de 5 gaat het er niet worden, denk ik. Moeizamer. Ik voelde toch wel echt de vermoeidheid zwaar in mijn benen. Ik voelde ook in mijn benen dat tijd van vorig jaar. Dat zou hem niet gaan worden, want de vermoeidheid zat er zwaar in. Maar ja, vorig jaar was het namelijk ook de eerste ren. Dus ik heb de benen nog flink gemasseerd. Dat heeft wel echt goed geholpen. Maar ja, die vermoeidheid die bleef er toch wel in zitten. Ik had gelukkig wel een kwartiertje extra rust, want de start werd tot 2 keer toe uitgesteld, want we hadden onweer verwacht. Ik besloot om rustig aan te starten en om deze ren eigenlijk gewoon lekker uit te lopen. Maar mentaal gezien was dit natuurlijk de minst zware strijd. In verhouding met de andere twee wedstrijden was deze natuurlijk zo gepiept. De laatste kilometer begon het toch wel echt zwaar te worden. Maar toen ik over de Stenenbrug in Roermond kwam, de omroeper liet het over de roerkade deinzen dat het mijn derde wedstrijd was. En iedereen begon mij toe te juichen. Dat was echt fenomenaal. Dat was echt zo'n lekker gevoel. Het gaf me nog net dat laatste extra om toch nog even aan te zetten en vol over de finish te gaan. Uiteindelijk was ik maar 2 minuten langzamer dan vorig jaar. In 22 minuten heb ik het gered. Dus zeker een mooie tijd. En om het samen met mij te herbeleven. Ik geef het in ieder geval een duimpje op. Wil je me blijven volgen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Klik ook even het belletje aan. En dan zien we je vast snel weer terug. Jeehee! Ik wil nog even een shout-out naar Marieke doen. Zij heeft er namelijk voor gezorgd dat ik in de krant kwam. En dat ik tijdens de ren over de roerkade heen deinsde. En dat ik ook vervolgens nog komende week, die moet dus nog komen, ook nog in de weekkrant kom. Wat een trots. Woe! Een dikke duim voor Marieke.